Als het aan de gemeente Ede ligt, komt er een betere fietsverbinding tussen het Edese en het Wageningse centrum. De toekomstige tunnel onder de Emmalaan in Ede is hiervan een onderdeel. Maar ook Bennekom speelt een belangrijke rol. Ja, we staan hier in het hartje van Bennekom. Het is een soort spreekuur. Dit is de tweede bijeenkomst die gaat over de verbeterde fietsinfrastructuur tussen Ede en Wageningen met als centrum Bennekom. Wij willen graag de mening weten van de inwoners van Bennekom over onze plannen om hier de fietsinfrastructuur te verbeteren. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik sta er niet echt om te juichen. Ik ben nu hier om even te inventariseren, kijken wat de inwoners zeggen, wat ze er een beetje van vinden, even een beetje meningen proeven en zelf even een kijkje aan het nemen. Maar ik zie het nog niet echt voor me. Om te beginnen zou je kunnen kijken naar wat er nu en in de toekomst gaat gebeuren. Je zou kunnen kijken naar de huidige situatie, het aantal, hoe ze dat noemen, conflictmomenten tussen fiets en auto, afslaande auto's. We willen over de hele infrastructuur, over de hele lengte tussen Ede en Wageningen, willen we zorgen dat de fiets zich thuis voelt, veilig voelt. Naast dat de auto natuurlijk veilig en snel ook overal moet kunnen komen. En wij denken dat we de beide verkeersstromen winst kunnen bieden door het slimmer in te tekenen. Wat wilt u daadwerkelijk van de Bennekommers weten? Wat zij vinden van die plannen. Dat zij kennis maken, het is een dialoog, dat ze ook kennis maken met de punten, en dat zou ik met name de verbeterpunten willen noemen, die in het plan zitten. Er is van Bennekom best wel een interessante kant aan dit plan. De Dorpsstraat wordt ontzien. En sterker nog, wij verwachten ook dat het doorgaand fietsverkeer uit de Dorpsstraat kiest voor de Kerkhoflaan route. Ik heb niet het gevoel dat dit goed is. Als je gewoon op een doordeweekse dag hier eens een kwartiertje gaat zitten of met de Bennekomse markt, je gaat bij een cafeetje zitten, je gaat kijken hoe de situatie is, dan zie je eigenlijk nu al veel overstekende mensen, hè, vooral ook ouderen, en die toch al vaak bijna in de clinch komen met fietsers. Er zijn natuurlijk ook veel auto's die staan te laden en lossen. Het is niet echt een ideale doorfietsroute om snel te zijn. Ik denk dat er dan wel betere mogelijkheden zijn. Wat ook interessant is, is de het aanrijgedeelte aan de noordkant, de Edeseweg vlak voor de ijsplitsing. Die wordt ook een stuk veiliger. Nu zie je met parkeerproblemen en met portieren zie je allerlei opstoppingen ontstaan. Het sluipverkeer zou wel eens op een natuurlijke manier kunnen afnemen. En wij willen gewoon, en dat is ook het belangrijkste, dat ook Bennekom gebruik maakt van een hele mooie verbeterde infrastructuur. Er zijn heel veel mensen die de keus kunnen maken tussen de auto en de fiets. En het mag niet aan de infrastructuur liggen. Wij willen graag dat als we een goede infrastructuur aanleggen, mooie brede fietspaden, mooie snelle bereikbare woongemeenschappen, bereikbare, de Bennekom die moet daar ook gebruik van kunnen maken. Maakt het ook onderdeel uit bijvoorbeeld van de tunnel bij de Emmalaan enzovoort? De hele route is duidelijk. Hè. Die begint, zou je kunnen zeggen, misschien wel in Ede Centrum. En die eindigt in Wageningen Centrum. En het stukje aan de zuidzijde van het station maakt wel degelijk onderdeel uit van die route. Belangstelling geen gebrek? Nee, het loopt goed. Hè. En wij zijn ook hartstikke blij met die kans om op gespreksniveau onze plannen te kunnen duiden. Van weet je wel nou precies wat we bedoelen? En als je samen naar de tekening kijkt, dan kun je ook samen vragen over die tekening goed beantwoorden. Er zijn genoeg mensen van de gemeente hier ook om eens te laten zien wat we precies van plan zijn. Is het goed dat de Bennekoms überhaupt gehoord worden? Dat is zeker goed. Bij zulke grote ingrepen horen bewoners sowieso gehoord te worden. En ik denk dat daar ook wel veel goede meningen uit voort kunnen komen. Ja, doorfietsroute is een mooi uitgevonden woord. Hè. Je fietst door Bennekom naar Wageningen, dat gebeurt natuurlijk nu ook al. Alleen als je het echt gaat stimuleren om mensen zo te laten fietsen. En ik zie nu ook in de voorbeelden twee opties. Ik zie hier door de Dorpsstraat en nu via de Kerkhoflaan. Maar ik denk dat gevoelsmatig de fietsers sowieso rechtdoor blijven gaan. Dus ik weet niet of die optie Kerklaan nou echt een toevoeging is. En ik denk wel eens ooit, we hebben een heel mooi fietspad liggen, hè, van Ede naar Wageningen, naast de Dreeslaan. En dan denk ik, ja, is het nou gewoon echt niet mogelijk om die fietsers op die manier te verleiden daar naartoe te gaan? En dan bedoel ik wel echt de fietsers die echt doelsmatig naar Wageningen fietsen en toch wel enigszins wat haast hebben. Ik zou hem om te beginnen doorfietsroute willen noemen, om nog maar eens het accent van de snelheid af te halen. Het wordt niks sneller dan dat er nu gefietst wordt. En wij hebben het liefst dat de hele snelle fietsen wel buitenom rijden.
Maar wij willen dat er goed doorgefietst kan worden. En we willen Bennekom kennis laten maken met de voordelen van het plan.